Hey, ga nou even naar achteren. Hey, kom op. Ga nou even naar achteren, man. Ik sta niet te kloten. Ja, wat moet je nou? Wat moet je nou? Zo. Zo beginnen. Dan gaan we gewoon lekker wachten. Hé? Wat nou? Ja, die Spanjaarden die kunnen toch helemaal niet rijden, man. Hier, tweemaal. Het is typisch. Ja. Nou, hou op. Ja, niks. Het is typisch Nederlands om te denken dat buitenlanders niet kunnen rijden. Als er één volk niet kan rijden, is het Nederlandse volk. Daar gaan we weer. Ja. Gaan we weer. Elk jaar, bij de eerste mist in november, knallen ze met z'n allen op elkaar, Harry, omdat ze bumper aan bumper rijden en veel te hard. En weet je waarom ze te hard rijden? Nou. Omdat Pieter van Vollenhoven en alle prinsjes permanent te hard rijden. Je hebt het Koningshuis aan weer mee te maken. Die hebben een voorbeeldfunctie. Oh, die hebben een voorbeeldfunctie. Dus als Martine Bijl en Sandra Remer en Corrie Konings die gaan scheiden, hè? Dan gaan we allemaal scheiden omdat dat een voorbeeldfunctie heeft. Jongen, zeg, wat een lul. Nou, overkomt het me toch weer. Jij zegt iets, ik zeg iets, jij zegt hier iets en ik dreig weg te zakken in een moeras van Bartaal. Oh, Bartaal, gewoon omdat je de discussie niet kunt winnen. Nee, daar gaat het om. Ik zeg niks. Ik kan gewoon de discussie niet winnen. Nee, ik ga niet achteruit. Ik ga absoluut niet achteruit. Omdat jij de discussie niet kan winnen, spreek ik Bartaal. Weet je, omdat ik jouw klemlul. Hé, kom op, klootzak, man. Wat moet je nou?